Ik hou echt heel veel van muziek. Het is een van de weinige dingen die ik overeenkomstig heb met Jozef Goebbels. Ja. En ik heb ook altijd in bandjes gezeten. Hè. Zolang als ik me kan herinneren, ik zat altijd wel in een bandje. En een van de leukste bandjes waar ik ooit in heb gezeten... Toen heten wij The Amazing Jos Dekker en de Geslachtsorgaantjes. Ja. Jos Dekker was toen mijn artiestennaam. En wij speelden vooral bij bar mitzwas. Ja, we waren echt een bar mitzwa bandje. Ja, terwijl geen van ons van de band was Joods, maar dat was juist goed. Want daardoor konden we ons juist beter concentreren op de muziek, omdat we niet afgeleid werden door het religieuze aspect van de ceremonie. Dat was juist beter, omdat we ons beter concentreren op de taak die we hadden, namelijk muziek maken voor de mensen. Oeh, boogie boogie. Ja. Allemaal leuke mensen leren kennen in die tijd. Judith en Sarah en Sam en Moos en Bram en Job. Allemaal hartstikke leuke, lieve, aardige mensen. En toen vroegen ze ons op een gegeven moment... Hey, zouden jullie het leuk vinden om een keer muziek te maken bij een besnijdenis? Dus nou ja, okay, wisten wij veel. Hebben we het één keer gedaan? Nou, echt nooit meer, man. De tyfusherrie die kinderen maken, man. Man, die Joodse kinderen, man. De herrie die maken. Want die Joodse kinderen, ja, die gaan die voorheid echt niet zonder slag of stoot prijsgeven, hè? Nee. En antisemieten zeggen dan van, oh, ja, Joden die geven nooit gratis iets weg. Maar dat heeft het niks mee te maken. Daar gaat het helemaal niet om. De reden dat die Joodse kinderen die voorheid niet kwijt willen, is dat die kinderen ook heel goed aanvoelen, mevrouw. Dat die voorhuid, dat is niet zomaar een nutteloos stukje huid. Die heeft een functie. Wat hij namelijk doet, hij glijdt zo lekker. Hey, kijken. Hij glijdt zo lekker langs de randen van die Duitse Tweede Wereldoorlog helm hier. Weet je wel? Het is eigenlijk best raar dat van alle mensen uitgerekend de Joden die Duitse helm zo zichtbaar willen hebben. Kijk dan. Dus ja, wat moet je nou doen als je besneden bent? Wat je dan kan doen is, dan neem je van een beetje van die handcreme, zo. En dan kan je zo... Ja. En nou zijn er dus mensen... En die beweren... En ik weet het niet, hè. Die beweren dat die hele besnijdenisrite in stand gehouden wordt... door de handcreme lobby. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik moet toegeven, er zijn ook heel veel mensen die ook net zo hard beweren dat het totaal uit de duim gezogen nonsens is. Dus ja, ik weet het niet. De waarheid zal weer ergens in het midden liggen. Christenen doen het niet, hè? Besnijden. Die doen het niet. Lijkt me maar goed ook. Want de combinatie katholieke priesters en kleine jongenspiemeltjes. Hè? Terwijl hun grote leider, hè, die flikker, ding is, Jezus, die was wel besneden, hè? Die was besneden, Jezus. Want Jezus was gewoon Joods. Maar toen Jezus besneden werd, vloeide er geen bloed. Alleen maar een paar druppeltjes rode wijn. En die voorhuid is toen 3 dagen later opgestaan en is toen een bed and breakfast begonnen in Bethlehem.